Vlaanderen is klein, maar onze natuur, die is groot. Alleen heeft die natuur een onzichtbaar probleem. Een stikstofprobleem. Stikstofoxides ontstaan onder andere bij verbrandingsprocessen in de industrie, bij de productie van elektriciteit en bij alle vormen van transport. Ammoniak komt dan weer vooral uit dierlijke mest. Je ziet deze stikstofgassen niet, maar ze richten heel wat schade aan. Ze komen op de vegetatie terecht en in de bodem. Die wordt zuur en is dan te rijk aan voedingsstoffen. Stikstofvreters, zoals netels, bramen en grassen, gaan andere soorten zo verdringen. Slecht nieuws voor onze biodiversiteit en een erg prikkelende natuur voor ons. Mensen met longklachten ondervinden er bovendien last van. Maar waar komen al die stikstofemissies vandaan? 4% van de stikstofdepositie komt van fossiele verbranding bij de industrie en bij productie van elektriciteit in Vlaanderen. 16% van verkeer en scheepvaart. 78% van landbouw. En 2% van huishoudens, handel en diensten. De helft van de stikstofneerslag komt van bronnen buiten Vlaanderen. En Vlaanderen exporteert meer stikstof dan het importeert. Ook andere regio's pakken het probleem aan. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de PAS, of Programmatorische Aanpak Stikstof. De PAS brengt de stikstofemissies en de bronnen ervan in kaart en legt de uitstoot waar nodig aan banden. Zo beschermen we niet alleen de natuur, maar ook de meest kwetsbare mensen. Surf snel naar onze website voor meer informatie.